Wietse, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Jij wil van de Pasen een soort kerstmis maken, geloof ik. Hè? Of zo. Nou ja, ik niet alleen. De consument, de Nederlander, die houdt ook wel van zeg maar dat Pasen. Dat is echt zo'n moment. Hè? We hebben kerst gehad. Dan hebben we nou die periode, zo die winter door. En dan ja, zijn we blij dat paasmoment. Pasen valt wat later, zeggen ze dan. Of vroeg, maar het valt gelukkig. Volgend weekend is het zover. Het weer gaat omslaan. En traditioneel zeg maar, mag ik dan het paaspakket, het voorjaarspakket introduceren. Nou. Dat is een selectie waar we toch al een paar weken echt mee bezig zijn. Ik ga heel eventjes zo mee, wat zit allemaal in dat pakket? En dat is zo'n pakket van, daar kom je de paasdagen mee door. Ook voor de brunch, maar ook als je visite krijgt voor die tijd, na die tijd. Een mooie bubbel uit Luxemburg, de Marquise de Salanges. Gewoon om even feestelijk mee te beginnen. De Haute Marin uit de Gascogne. Lekkere, frisse, toegankelijke wijn. Die gaan we zo meteen proeven. Jij mag alvast proeven, dan kijk ik. Vertel ik ondertussen door. Kan ook heel goed bijvoorbeeld bij de asperges. Dan hebben we de Baron Charcot Reserve Chardonnay. De houtgelagerd. Ook als je wat vollere, vettere, zwaardere gerechtjes hebt. Ook de visgerechtjes. Dat is je huiswijn, toch? Nou, dit zijn allemaal wel huis- en thuiswijnen van ons. Maar dit is wel een van de nieuwe die ik in het assortiment heb. De Excess Rosé uit de Languedoc. Die ga ik zo meteen met jou nog rustig proeven. De Negro Amaro mag absoluut niet ontbreken in het pakket. En uit Argentinië de Kaiken Cabernet Sauvignon. Dit pakket, dat kost slechts €50. Daar ben je eventjes heel plat gezegd, voor de paasdagen ben je gewoon helemaal klaar. Er zit een boekje bij met de beschrijving van de wijnen. Wat kun je nou als dinertip erbij doen of drink je het als aperitief? Krijg je Franco geleverd vanaf €50, dus per pakket, voor jezelf. Of leuk als cadeautje voor je kinderen of kleinkinderen waar je niet de paasdagen mee kunt vieren. Of ook leuk voor je relaties of je medewerkers. En dat kunnen we de komende week kunnen we dat allemaal nog voor de mensen verzorgen. Ik ben alvast begonnen de witte wijn, maar ik struikel over die rosé. Dat vind ik zo lekker. Snoepend ben je ook, hè? Ja. Ja, de Excess Rosé, dat is een blend van mezelf. Heb ik samen met de wijnmaker Nicolas Chabiel. Maar heb ook een mooi kleurtje, zo dat lekker lichte. Ja, daar hou je van, hè? Dat Provence-achtige. Maar wel heel betaalbaar. Kijk, die Provence-rosés, Harry, die zitten qua prijs vaak tegen die 10, 11, 12 euro. Dit is slechts €7,40 per fles. Als mooie instaprosé, lekker doordrinken. Als je wat meer visite hebt, dan is zo'n flesje zo op. Ik weet niet of dat mag van Prieske, maar ja, toe maar. Een glaasje wijn op zijn tijd hoort erbij. En als slotstuk hebben we ook een beetje met oog straks, hè. Koningsdag komt eraan. We hebben gisteren, of afgelopen vrijdag, de Koningsspelen gehad. Uit Argentinië, Cabernet Sauvignon. Proef maar eens gerust, want het is een wat volle, wat krachtige wijn. Die ook niet in je paasfestijn mag ontbreken. Het is een sterk wijntje, hè? Ja. Er moet wat krachtigs tegenover staan. Nou, dit zit allemaal ook in dat pakket. En ja, ik denk dat mensen de paasdagen hier wel mee door moeten komen. Oké, bedankt zover. Graag gedaan. U kunt het nu bestellen op internet en dan krijg je het van de week nog geleverd. Ja, als mensen gewoon deze dagen bestellen, hebben ze het gewoon royaal voor de paasdagen in huis. En dus wat ik ook zeg, ook, het is ook wel even leuk om iemand een cadeautje te geven. Dat is een mooi paaspakket. Graag. En als u liever telefoneert, dan mag dat ook. Dan kunt u dat morgen doen. Bedankt zover.